hulpmiddel. Dat is een heel handig hulpmiddel voor als je niet meer bij je voeten kunt komen door bijvoorbeeld een operatie aan je heup of een stijve heup. Ik laat even zien hoe dat deze werkt. Je kunt het beste beginnen met hem tussen de knieën in te klemmen. Dan is het namelijk gemakkelijker om de sok er overheen te krijgen. Vervolgens zet je het hulpmiddel tegen je buik aan, zodat je de sok er overheen kunt trekken. Die trek je door tot de punt van de tenen. Vervolgens laat je hem zakken naar de grond. Je zet je voet erin en je trekt het hulpmiddel naar je toe. En je sok is aan. Op het moment dat de sok te ver aan is, kun je met behulp van het anti-slipmatje de sok op de juiste plaats schuiven. En gelukkig kan ik nog wel bij mijn broekspijn en kan ik op die manier toch alles goed aantrekken. Een handig hulpmiddel voor als je een stijve heup hebt of niet meer goed bij je voet kunt komen.